What's up guys, welcome back to my channel. Vandaag is weer een hele leuke dag voor een hele leuke vlog. Mijn naam is Kaylee en ik ben vandaag hier met Boulikee of Julikee. Hi guys. Yes, vandaag gaan we, Julikee is nu gewoon erbij, maar ga de hele dag filmen. Hier in deze video ga ik jullie wijzen wat ik nog nooit heb gegeten. Geproefd althans. Dus ik ben geweest naar de Chinese supermarkt, Gaoming, aan de Gompertstraat. En ik heb een paar items gevonden die we nog nooit hebben gegeten. Alvast deze sunflower seed. I don't know. Mijn vader heeft het voor zijn papegaai gekomen. Maar ik heb gezien dat ze het ook op TikTok eten. Ja, dus we gaan alles wezen. Oh shit. Sunflower seed. Ik kan geen Chinees verstaan, dus beschuitjes denk ik. Ik denk dat dit mochi is, maar met zo'n jelly filling. Ik heb het nog nooit geproefd, dus. En dit. Ik weet niet wat dit is, maar we gaan het proberen. Ja, 4 items. Ik ga kijken wat ik later op de dag nog meer kan vinden, wat ik nog niet heb geproefd. Want basically heb ik al alles geproefd. Yes. Sunflower sheets. Mijn vader heeft het voor zijn papegaai gekocht eigenlijk, maar ik heb gezien dat ze het ook eten, dus ik ga het proeven. Dat binnenste stuk. Weet je, je hebt ook nagels. Hoe heb je het opengemaakt? Oh, lekker. Oei, oei, shit. Goed weg. Wanneer? Dit is dat binnenste dingetje. Ik heb alles gegeten. Shivo, dit wil je niet eten. Ja. Wat is ik jou niet eten? Kielkens weet niet of dat heel ding gegeten, oh my god. Nee. Ben nog ooit. Oké, we gaan nu deze proberen. Voor het beschuit is thing. Kom met in verschillende pakjes. Oh, ik heb gehoord, het is echt lekker, ik weet het niet. Kom delen. Do not eat wanneer je dit hebt. Dit is voor wanneer je zulke dingetjes ziet in verpakking. Dit is voor die langdurige... langdurigheid van het product. Dus dit gaat. Dankzij dit gaat het langer mee. Gewoon beschuit, denk ik. Ja, denk ik. Ik proef naar die rijst beschuit. Een beetje zoet. Lekker. Hoi, wat heb ik? Dit. Dit is echt zoet. Dit. En hier is een beetje zout. Een zoet zout. Lekker, dat? Hoeveel geef ik dit? De sunflower seed geef ik 5. 6. Dit geef ik een 9. 10. Laat niet vallen. Wat denk je? Zie ik dat voor vallen? Sorry. Wat? Dus we zien de datum hier, 25 februari. Maar misschien is het productiedatum, we weten niet. Als we dood, dan gaan we dood. We zien hier 3 verschillende kleuren. We gaan het gewoon delen hoor. Eigenlijk is het niet lekker. Dus ik neem aan dat het 3 verschillende smaken is. Let us try. Julikee, de mensen vragen naar je waarom. Oei! Ben je nu pas in een video van me? What have you been up to? Mijn zusje heeft dingen hoor, nagels pro, dingen, prom, dingen, actie als jullie gaan. Zo. Nee, nou? Oh, nee, ze heeft niet meer. Anyways, Ik ben verhuisd naar Galibi. We gaan eerst die gele proberen. Man, mijn nagels. Het ruikt niet zo lekker. Maar eerst die gele proberen. Ik zit geen bruine bonen erin. Ook kan.
is niet bad. Die texture is gewoon raar. Ja. Ja, die van de hele vulling, maar ik weet niet wat het is. Oh, wacht, I don't know about the smaak. The texture is wel mochi. Het heeft geen smaak. Eeuw. En die rode. Denk je dat de rest dan lekker gaat zijn? Even wat. Proef. No? Proef. Hetzelfde vulling. Oh shoot. Hetzelfde vulling, dus we gaan het niet proberen. Hetzelfde vulling. Maar ik vind het zo schattig. Ik mini mochis. Is het hetzelfde het vulling? Het heeft suiker erop. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is hoor, maar... Die buiten is wel mochi like. Maar binnen weet ik niet. Anyways, we gaan door. Ik geef dat een 3. 1. Ik ben goed, dit was. Oh nee, mag het niet. Oké, okay, we gaan het voor de moeite. Dat ze dit hebben gemaakt. Ik was echt hyped om dat te proeven, om eerlijk te zijn. Maar er zijn een heleboel dingen. En last but not least, met mijn zusje. Is dit. Ik denk dat het soort meat thingy is. Dus. Ik weet niet of jullie weten wat een beef jerky is, maar... Oh, damn. Het lijkt naar meat. Het lijkt naar peper. Met chili. Met chili. Is het zo? Is niet mijn camera, boy. Ik film vanaf mijn telefoon. Ik ga kijken wat ik met Asnes doe van het werk en wat ik met hem kan kopen om te eten. Klaar? Hoe vind je het fashion? Het proeft naar vlees. Maar het proeft niet naar vlees. Is peper, is chewy. Nou, wat proeft dat toen? Ik weet niet. Het is zoet. Het is zoet en peper. We zijn het begin. Laat je proeven. Kom maar, neem maar. Proef het. Het is geen varken, het is rund. Ze voelt niet meer. Het is niet slecht. Het is niet slecht. Ik zou dit wel kunnen eten, maar het is echt... Het is raar. Het is vettig. Ik weet niet wat het is. Maar het is ook vettig. Is het... Ik weet niet of het vlees is. Wat het is. Ik weet niet wat het is. Jullie moeten naar Gomen gaan. Gomen is voor alles. Zelf kippenboot. Ja, verpakt. Anyways, dit zou ik wel willen eten. Dit geef ik een 6. Dit is lekkerder dan dit. Ja. Dit geef ik een 6. 7, nee, 7. 8. Ik denk niet dat het vlees is, hoor. Die texture. Proef het. Ik ga het nog best maken. Ik geef mijn blest erop. En 10. Kijk, het is. Zie je hoeveel vet het heeft? Ja. Maar wel lekker. Heb je een thumbnail nodig? Brand, niet dat van me. Zie je sunflower sheet. We gaan een thumbnail maken. Ja. We gaan laten kijken wat ik nog niet heb gegeten. Dan kom ik straks weer terug bij jullie. Yes. Maak een thumbnail, je moet een thumbnail maken, een thumbnail is zo mooi. Hi guys, dus ik heb gezegd dat ik mijn Nesto
zo gaan uitrijden om nog meer dingetjes te kopen dat ik niet heb geproefd. Maar er is geen tijd, want straks is er totale lockdown en Ernest is nog op het werk. Dus ik heb mijn zusje gestuurd naar Siwa, want ze zou iemand naar Siwa gaan. En ik heb geprobeerd, ik ga proeven die rice filled squid. Wij gaan proeven. Nee, ik alleen. Nee. Is zo. Zo ziet het eruit. Maak dat licht uit. Maak dat licht uit. Kan je dat licht uit doen, please? Ja. En zo heb je gepuft? Nee hoor. Eeuw! Zo maar! Oké. Okay. Het ruikt naar puff. Ik neem. Wat is er in? Rijst. Lol is echt gewoon een rijst. Ik denk dat die fried squid lekkerder is. Het is gewoon een zacht rijst. Met een doperto. Zie, wij hebben maar nooit vaak op jou, hoor. Een 6. Ik ben geen fan ervan. Rijst is wel echt lekker, denk ik. Is zoet. Is zoet. Het proeft naar sushi rijst. Oh ja. Of katan rijst. Ik heb het nooit besteld. Ja. Nee, ik eet die goede stek. Is een beetje bitter. Een beetje bitter. Maar overal niet zo erg. Die rijst heeft. Daarin. Ja, dat hebben we vandaag geproefd. Meer dingetjes van de Chinees. En ja. Comment. Oh ja, voor de volgende vlog. Of een van mijn vlogs. Wil ik met, samen met nog iemand. Met NS of zo. Strange food combinations proberen. Like bijvoorbeeld. Zout met ijs. Huh? Niet dat. Bijvoorbeeld bruine bonen met kabeljauw, weet je. Maar een vreemde combinatie. Like, comment down below welke combinaties we moeten proberen. Hoeveel geef je het? Ik geef 5. Oh, oké. Okay. Rijst is lekkerder dan die squid. Ja, het is een beetje bitter. Ik weet niet waarom. Ik ga ermee leggen. Maar ja, comment down below wat voor vreemde combinaties. Nesto en ik moeten proeven. Nesto en ik weet niet wie, misschien heeft hij ook geen tijd. En zo, dus ja. Yes. Thanks for watching. I hope you enjoyed my vlog. En comment, like, subscribe, share. You know what to do. Tot de volgende keer. Bye. Vergeet niet, comment down below wat ik, wat voor vreemde combinaties ik kan proberen. Yes. Bye.